Na 26 jaar moet scoutingvereniging Paulus Leiden de loods naast het Bonaventura College verlaten. De grond die we gebruiken waar de loods op staat, huren we van het Bonaventura College, van de school ook wel. En die willen de grond terug hebben, dus ze gaan een kantoor erop bouwen voor hun eigen bestuur. Ze willen dat allemaal bij elkaar hebben, zodat alle bestuursleden dicht bij elkaar kunnen zitten. En ja, de grond is van hun, dus ze mogen het terug eisen als ze dat willen. Het is nog niet duidelijk wat de nieuwe thuishaven van de scoutingvereniging wordt. Nee, we hebben wel een tijdelijke locatie al. Daar gaan we volgende maand, als het goed is, naartoe verhuizen. Maar een vaste locatie hebben we nog niet, dus daar zoeken we nog een plekje voor. Verhuizen betekent flink opruimen, maar lang niet alles komt bij het vuilnis te staan. Nou, we hebben natuurlijk een heleboel spullen verzameld de afgelopen 30 jaar. En daarvan is heel weinig maar weggegooid of uitgezocht. En daarom kunnen we niet alles meenemen, helaas. Maar er zijn toch ook een heleboel spullen waarvan we denken van, nou, die moeten toch wel een plekje krijgen. Die horen niet thuis in de prullenbak. Dus we hebben vanavond om 7:45 op YouTube een livestream. En daar kunnen de leden en de oud-leden van de Paulus bieden op de spullen die herinneringen voor hun hebben. Ik heb hier alvast een voorproefje. We hebben hier een onderdeel van het oude roer van de boot de Meta. Dus voor veel oud-leden heel herkenbaar. Er zitten nog mooie beschilderingen op. En ja, dit roept gewoon herinneringen op. Dus dat moet vanuit historisch bewaren en documentatie oogpunten verkocht worden. Deze oude trompet, ook heel herkenbaar voor alle oud-leden. Er werd elke week de opkomst mee ingeluid. Dus bij het geluid van die trompet hoor je al op zondagochtend de boten tegen de kant klotsen en alles ingeladen worden. En dan hebben we nog dit wiel. Dit hing altijd aan de muur in het Welpenstafhok. En dat was gewoon decoratie. En ik heb me laten vertellen dat het zelfs ook nog op de oude locatie heeft gehangen waar de Paulus eerst huisvesting nam. Dus deze gaat heel lang terug. Dat was in de kelder van het Bona, waar nu de kluisjes zitten.